Vandaag helemaal in het teken van het goede doel. Maar ik wil wel graag afvallen ook. Jullie hebben alle twee 5 euro. Nee, er is geen andere kerstman. Lijken. Ja! Welkom bij vlogmas nummer 13. Ik ga vandaag even nieuw schoonmaken ding halen voor mijn wasmachine. Hoe zeg je dat nou? Wasmiddel. Ik ga wasmiddel halen. Want die van mij is helemaal op en ik heb weer een shitload aan was. Ik heb weer de hele week niks aan mijn was gedaan. Jij wel gewassen, maar niet gevouwen. Zoals altijd. Dus ik ben bang dat ik vandaag moet gaan vouwen waar ik geen zin in heb. Maar ik ga het wel doen. Omkleden, aankleden. Ik heb hier nog onder mijn pyjama aan. Ik had vanochtend kousen. Ik dacht, doe even snel een trui eroverheen aan. En mijn kersttrui. Want ik had het echt mega, mega, mega koud vanochtend. De status van mijn spierpijn is nog steeds heel erg aanwezig. What the fuck? Ik lijk net echt een oude oma. Ik kom mijn bed niet goed uit. Dat doet mega veel zeer. Anyway, ik ga niet door lopen zeiken over alles. Ik heb gisteren super goed geslapen. En in de middag had ik ook geslapen, zoals ik jullie al laat zien. Dus ik ben echt helemaal op de top fit. Echt zo hard nodig voor mijn lichaam gewoon. Maar ja, anyways, ik ga nu snel even aankleden. Want Nick komt me zo ophalen. Die zijn jongens gaan wegbrengen naar school. We gaan nu even deze dozen vullen met eten die lang houdbaar is. En dat je heel lang kan bewaren voor de voedselbank. Dus ik ga ze eerst even in elkaar zetten. En daarna ga ik de jongens van school afhalen. En dan gaan we ze samen even vullen. Want we moeten ook nog wat pakketjes ophalen bij andere mensen. Die ik heb gebeld of ze ook nog wat eten over hadden die ze wilden doneren. Dus dat gaan we ook doen. Dus we zijn vandaag helemaal in het teken van het goede doel. Gaan we meteen aan de bak. Want ik wil gewoon gelijk die dozen voor morgen klaar hebben. Ik heb er vandaag weer super veel zin in. Ik heb vandaag super veel zin in de dag. Vandaag gaan wij dus die dozen vullen met allemaal eten die lang houdbaar is en waar mensen echt wat aan hebben. Het is nu 2:15 en het is maandag. Het is de eerste dag weer voor school voor hun. Praten we heel erg snel, ik weet het. I'm sorry. Ik ga nu een wasje doen. Even kijken of die al klaar is. En dat is die. Ik heb echt zo mega spierpijn nog. Dat is echt niet normaal. Oké, ik ga even heel snel de jongens ophalen. Want het is tijd en ik ben alweer een beetje laat. As usual. Ik had er gewoon alleen even schoongemaakt. Mijn video ben ik net klaar mee. Ik moet nog mijn thumbnail doen. En dan is het gewoon alweer tijd, man. Het is gewoon niet normaal hoe snel de tijd gaat. Maar ja, ik ben nu dus onderweg Memphis en een lesje ophalen van school. Het is niet zo koud, moet ik zeggen. Het regent ook een keer niet, dus dat is ook wel even lekker. Ik ga nu even snel doorlopen. Volgens mij is het nu al 10:50. Zoiets. Moet opschieten. Doe maar. Wow. Kijk, alles bijna. Harder. Grote baby. Kom Lesje, doe je schoen aan. Wat is dit? We gaan naar Mandy. Even dingen halen voor in je doos. Oké, wij gaan nu naar Mandy toe. Want we gaan daar... Want we gaan daar spulletjes ophalen om in de doos te doen. Rijden. Ja, ik ga rijden. Wacht even. Mag ik even mijn gordel goed doen? Rijden. Oh, wacht, mijn spiegel. 1, 2, 3, go! Wat ben je aan het doen? Ja, maar die mag je nog niet openmaken, hè? Zit je ziek? Moet je... Hey! Hij zit je te snuffelen. Hij vindt jou lief. Hey! Ja, dat is brood. Dat mag je niet. Nee! Jullie hebben alle twee 5 euro gekregen van een collega van Mandy. Ik heb een huisje van de pad van papa. Ja, om spulletjes te halen voor in jullie doos te doen, oké? Okay? Wow. Dus we gaan nu naar de directeur lopen. Yeah. En dan mogen jullie spulletjes uitzoeken. Om te geven, hè? Niet voor jezelf. Om te geven. Aan iets voor mezelf? Nee. Oké, we lopen nu naar de Dirk toe. Omdat de jongens nu ieders 5 euro hebben om wat te kopen. Memphis, wat ga jij kopen? Ik ga met de shoppies. Oh, jeetje, dat is een grote. Kijk wat een grote sterk. Past die in ons huis? Nee, denk ik niet. Oké. Okay. Heel veel dingetjes. We hebben al deze. Kijk, en we hebben appelmoes. Wil je die soep? Ja. Oké, doe maar erbij. Vegetarische tomatensoep. Goed zo, jongen. Zet hem maar in.
Nou, gaan we betalen. Kom, heb jij je 5 euro nog? Ja. Oké, dan hoop ik dat we het redden met 10 euro. Kom, we moeten deze kant op. Zenuwpannetje. Ja, zenuwpannenkoekje. Oké, nee, kom. We moeten betalen, hè? Goed, wij niet. Ik heb er wel voor. Ja, doe maar. Kijk of we het halen, hoor. Hey. Oh, jawel. Volgens mij komt het losgeld hier uit, dus kun je eruit halen. Ja, pak ze maar. Dan gaan we naar huis toe. We hebben de boodschappen. 7,88 euro, dus we kunnen nog wat kopen. Goed vasthouden, hè? Kijk wat ik zelf nog in de kast heb. Een dagje geen vlees, linzen en bruine bonen. En ik heb nog een pak havermout. Die kan ik ook wel erbij doen. Ja, maar ik heb nog havermout. Ik heb nog 2 pakken, schatje. Dus deze kunnen we wel weggeven. En dan heb ik die andere dingen ook nog om weg te geven. Veel, hè? Thee. Hagelslag, echt die jumbo pakken. Memphis! Nou, de tv gaat duidelijk voor. Zo zijn allebei goed. Hebben jullie alle twee ook een hagelslag? Even kijken hoor. Heb jij witte bonen? Spinazie. Jij een thee? En ik ook hier een thee. Jij had de soep gekocht, hè? Doe ik hier de havermout in, dan heb jij soep, dan doe ik hier havermout. Muisjes. Wil jij die? Bami. Bami goreng. Spaghetti bolognese. En we hebben nog een extra hagelslag. Die is voor ons. Is die voor jullie? Nou, top. Hier, er kan nog wel wat bij. Ik ga even de buurvrouw nog vragen of zij nog wat heeft. Nee, zij zei dat ze ook nog wat heeft. Misschien. Ze ging kijken, zei ze toch? Oh ja. Ja, is goed schatje. Ik ga nu koken. Ik heb voor vanavond dit. Kip piri piri. Ik heb het nog nooit eerder gehad. Ik maak het dan alleen met neppe kip in plaats van echte kip. We shall see. Ik ga nu beginnen, want het is al freaking laat. Ik moest net nog een video doen. Mems was even bij de buurvrouw gaan spelen bij de baby. Dus kon ik heel snel mijn werk afmaken. Daarna ben zij even de hond uit gaan laten. En nu ga ik dan beginnen. En het is 17:45. Dus echt heel laat voor mij doen om te gaan koken. Maar ja, ik ga nu beginnen in ieder geval. Oké, ik vind het enigszins nog wel goed gelukt. Ziet er wel goed uit. Hij is, ik weet niet hoor. Hij borrelt nog steeds. Wat is er? De kerstman. Wat is er met de kerstman gebeurd dan? De kerstman. Nee, er is geen andere kerstman. Ik moet je één keer horen. Alessio is met Memphis aan het spelen. Echt super schattig. Ze zitten zo te lachen met elkaar. Zo super lief. Dit is nog steeds zo aan de gang. Dit staat nog steeds te pruttelen hier. Maar dat is wel best wel goed al, vind ik zelf. Ik heb hem even opgevrolijkt. Ik hoorde net, ja. Je was goed bezig, schat. Ging jij voetballen? Nee, kijk. We doen het hiervoor. Kijk uit voor de kerstboom, hè? Ja, daarom doe ik hem daar. Oké. Okay. Los! Oh, oh, tegen... En dan moet ik hem pakken. Oh, leuk. Ik lig dus nu op de bank te liggen. Ik heb al gedoucht en alles gedaan. Oh, die wordt echt steeds erger. Nou ja, anyways. En ik krijg ineens echt super honger. En ik heb echt zin in wat lekkers. Ik denk dat ik Nick ga bellen of hij wat van de Mackie mee wil nemen. Echt super slecht. Maar ik wil wel graag afvallen ook. Klaar om naar bed te gaan. Ik heb geen Mackie meer genomen. En ik snap nu ook wel waarom ik super veel zin heb in Mackie. Want ik ben net freaking ongesteld geworden. Waar ik dus echt zo geen zin in heb. Maar ja, dus ja, wat doe je ermee? Hè? Nothing. Ik heb van die zumba zumba lippen. Maar dat komt door mijn beugel. Sluip lekker, schatjes. Ik sluit morgen de vlog af. Ik ga nu lekker liggen en lekker mediteren. En lekker zen zijn. Heb jij je eigen de... Oh! Doe jij ze alle twee? Ja. Nou, tot zo. Tot zo, veel plezier. Kom maar lopen. Die mijn doos heeft is echt verwend. Ja. Doei doei. Zie je nou, kom. Doei doei. Doei liefies. Doei. Hou van jullie. Zo,
dit was alweer het einde van mijn video. Vond je het een leuke video? Vergeet er geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hier of hier te klikken. Ik weet nooit welke kant. En ik zie jullie morgen weer. Tot en met vlogmas. Iedere dag een vlog online. Dus slaap lekker. Help jullie. En dikke kussen.